De werkzaamheden aan de Hogestraat in Druten zijn zo goed als afgerond. De Hogestraat is een belangrijke winkelstraat in het centrum van Druten en voor de renovatie was zo'n 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De beslissing rondom de nieuwe situatie heeft heel wat tijd gekost. Onder andere het vaststellen van het beschikbare budget en het definitieve ontwerp kostte tijd. En nu is het dan bijna zover dat het werk volledig is afgerond. De werkzaamheden aan de Hogestraat in Druten liepen in de afgelopen maanden wat vertraging op. Half april werd begonnen met het opknappen van het Drutenscentrum en 9 mei had het parkeerterrein achter de blok er al opgeleverd moeten zijn. Maar een maand later was dat nog niet het geval. Er is van alles aangepast aan de straat. Zo is de straat nu makkelijker toegankelijk voor rolstoelers en is het asfalt vervangen door klinkers.